Hi vissen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 22. En dat is van maandag 29 mei tot en met zondag 4 juni. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof deze week een week is waarbij er ja, toch wel eigenlijk een bepaalde zaak is die. Waarin verandering gaat komen. Alsof je een bepaalde afscheid mag gaan nemen. En ik heb het idee dat dat een stuk is wat je aan de ene kant heel erg moeilijk vindt. Het lijkt wel alsof er heel veel van je gevraagd wordt. En toch is het een stuk wat je uiteindelijk veel verder zou gaan brengen. Ik heb het idee dat het een stuk is waarbij je heel erg voor jezelf mag gaan nadenken over welke kant je op wil. Dat er een stuk is waarbij er eigenlijk wel wat van je gevraagd wordt. En dat je dat misschien best wel wat pittig kan vinden. Maar je echt zult laten zien wie je bent. Dat je echt kunt laten zien wat je in je mars hebt. En ik heb het idee dat gaandeweg je dat eigenlijk ook best wel een stuk vindt waarbij je ja, heel veel beweging kunt gaan aanzetten, zou ik bijna zeggen. Zodat je ergens naartoe kunt gaan werken. Dus je mag afscheid gaan nemen, wat misschien wat pittig is. Maar soms moet je dat doen om juist te gaan groeien. En dat wil niet per se zeggen dat het altijd heel groot of heel slecht hoeft te zijn. Het is juist een stukje dat je weet dat je naar een andere plek mag gaan en daarom iets los mag gaan laten. Daar lijkt je deze week best wel wat mee aan de slag te mogen gaan. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.